Hallo allemaal, deze keer een video gesproken in het Nederlands. Dus in deze video kunnen jullie zien hoe ik twee kerstballen en een klein vaasje decoreer aan de binnenkant met mica pigmenten, vernis en gum arabic. Dus als je het leuk vindt om stap voor stap video's te kijken van deze kunstvorm of epoxykunst, acryl en nog veel meer, overweeg om te abonneren en klik op de notificatiebel. En selecteer alle. Want hierdoor krijg je een notificatie elke keer wanneer ik een video plaats. Zo, nou naar de video. Wat ik al zei, ik ga twee eivormige glazen kerstballen decoreren aan de binnenkant met vernis. Je kunt zien, ik giet nu vernis in de kerstbal. En dit vernis kun je krijgen in de webshop van Annemarie Ridderhof. En ik zorg ervoor dat er aan de binnenkant een dun laagje zich vasthecht aan het glas. En het overtollige laat ik eruit druppelen, want er moet niet te veel vernis aan de binnenkant zitten. Daar kun je het zien. Druppel het op het servetje. En alle materialen die ik gebruik in deze video kunnen jullie terugvinden aan het eind van de video of in de beschrijving onder de video. Met alle website linken toegevoegd. En dit is de gum arabic. Het is een poeder. En deze poeder gebruik je normaal gesproken om je eigen aquarelverf te maken. Hiervoor gebruik je een deel van deze gum arabic en mica pigmenten en een beetje water, totdat je dit mix je totdat je een pasta hebt en dan heb je je eigen aquarelverf gemaakt. Maar ik gebruik het aan de binnenkant van deze glazen kerstballen, want hierdoor kan ik mooie effecten creëren samen met het vernis wat er al in zit en als ik later de mica pigmenten eraan toevoeg. Dus rondom met een klein stokje. Dit is een roerstokje die ik doormidden heb geknipt. Voeg ik dit poeder toe bovenop het vernis. Ik dacht, het is ook wel een keer leuk om een video te maken in Nederlands gesproken. Want er zijn natuurlijk mensen die niet zo goed zijn met Engels. En als je dit zelf ook wil proberen, hou er rekening mee dat je wel een veiligheidsmasker gebruikt. Want je wil niet de mica-deeltjes inademen, want dat is slecht voor je gezondheid. Zo, de eerste kleur is een mooie roze kleur. Dus ik neem wat mica-pigment op mijn stokje en ik voeg het toe aan de binnenkant van de kerstbal. Daar kun je het zien. En hopelijk kan ik hiermee hele mooie effecten creëren, samen met het vernis en de gum arabic die ik al toegevoegd heb. Nou, heel voorzichtig sla ik met de kerstbal in de palm van mijn hand, zodat ik alles in de kerstbal met elkaar meng. De volgende kleur is een mooie, heldere magenta kleur. Beetje bij beetje voeg ik toe. En je kunt al een beetje zien dat ik al wat mooie effecten krijg. Wederom sla ik met de kerstbal heel voorzichtig in de palm van mijn hand, zodat alles met elkaar vermengt. Daar kun je het al een beetje zien.
En de kleuren gaan echt heel goed met elkaar. Nog een beetje meer toevoegen. Ja, de effecten zijn al mooi zichtbaar. En nog een kleur, dus een mooie lichtblauwe kleur. Als je geïnteresseerd bent in Mica pigmenten, ik heb een Etsy shop. En ik heb op dit moment 65 verschillende kleuren. Dus de meeste kleuren kun je ook gebruiken voor deze kunstvorm. Want je hebt Mica pigmenten nodig die heel fijn zijn. En de link naar mijn Etsy shop is in de beschrijving onder deze video. Wederom, heel voorzichtig sla ik met de kerstbal in de palm van mijn hand, zodat alle kleuren met elkaar vermengen en ook de vernis en de gum arabic. Ja, het begint er al mooi uit te zien. Nog een beetje meer lichtblauw. Ja, en ik vind het lichtblauwe erbij heel mooi staan. Klein beetje meer lichtblauw nog. Ik hoop niet dat jullie mijn Franse bulldogs horen, maar die zijn altijd heel lawaaiig als ik de voice-over doe. Maar goed. En dan begint er al hartstikke mooi uit te zien. Mooie effecten. En op deze manier kun je dus heel mooi je kerstballen decoreren. Nou laat ik je van dichtbij de effecten zien als die scherp stelt. Ja, ik ben heel tevreden met deze kerstbal. Mooie kleuren met elkaar. Ja, dit is een klein vaasje die ik op dezelfde manier ga decoreren. Dus je kunt ook andere glazen voorwerpen hiervoor gebruiken. Dus niet alleen kerstballen. Wederom gebruik ik hetzelfde vernis van Annemarie Ridderhof. De link kun je vinden in de beschrijving onder deze video. Zo, ik zorg ervoor dat alle zijkanten zijn bedekt met een dun laagje vernis. En wat er te veel in zit, laat ik eruit druppelen. Ja, dit duurt even een tijdje voordat je alle zijkanten bedekt hebt. Daar kun je zien, ik laat het te veel aan vernis eruit druppelen.
En voor dit soort decoratie heb je mica-pigmenten nodig die oplossen in water. Niet alle mica-pigmenten zijn daar geschikt voor. Wederom gebruik ik de gum arabic. De poeder waar je normaal gesproken je aquarelverf mee maakt. Maar ik gebruik het aan de binnenkant van dit vaasje. En ik strooi het uit over het vernis. Daar kun je het zien. En natuurlijk laat ik jullie aan het einde van deze video een close-up zien, zodat je alle effecten van dichtbij kunt zien. Eerste kleur, wederom de mooie lichtroze kleur. En sla ik met het vaasje heel voorzichtig weer in de palm van mijn hand. Nou is dit vaasje, is het glas wat dikker van. Dus loop ik niet het risico dat ik het stuk sla. Maar bij de kerstballen moet je wel wat voorzichtiger zijn. En wederom de magenta. En daar kun je alweer de effecten zien. Wederom mix ik alles wat in het vaasje zit, de pigmenten, het vernis en de gum arabic. En ik voeg er nog één kleur aan toe. Dat is een mooie donkerblauw-paarse kleur. En ik moet zeggen, toen ik hiermee bezig was, dit is echt heel verslavend. Want je krijgt zo'n mooi eindresultaat aan de binnenkant van je glazen voorwerp. Daar kun je het alvast zien. Mooie blauw-paarse kleur. Nog een beetje meer roze. Ja, in de beschrijving onder deze video kun je veel meer informatie vinden. Daar kun je de link vinden naar mijn Facebookpagina, maar ook naar mijn Instagrampagina. Dus als je me wilt volgen, de link van die twee pagina's kun je vinden onder deze video. Ja, en ik vind dit vaasje er ook mooi uitzien. Mooie kleuren samen. En tijdens drogen zal dit nog steeds gaan veranderen, ook van kleur. Omdat alles mediums die ik heb gebruikt reageren op elkaar.
vaasje is bijna klaar. Dan moet ik het laten drogen. Ja, ik ben er zeer tevreden mee. En de tweede kerstbal die ik ga maken, natuurlijk andere kleuren. Ik heb alvast een laagje vernis aan de binnenkant toegevoegd. Nou gebruik ik de gum arabic weer. En de eerste kleur is een mooie groene kleur. Een hele mooie, heldere groene kleur, daar kun je het zien. Dus je kunt alle kleurcombinaties, alle denkbare kleurcombinaties kun je doen. Als je maar micapigmenten gebruikt die oplosbaar zijn in water. Of die je kunt mengen in ieder geval met een acrylbindmiddel. De volgende kleur is een mooie lichtblauwe kleur. Ik denk dat het wel mooi staat, groen met blauw. En wederom heel voorzichtig sla ik met de kerstbal in de palm van mijn hand en daardoor mixen alle kleuren met elkaar. Dus je zult ook andere kleuren krijgen doordat de groene en de blauwe kleuren met elkaar vermengen. Beetje meer blauw nog. En dan ga ik er nog één kleur zo meteen aan toevoegen. En alle mediums die ik heb gebruikt, behalve de micapigmenten natuurlijk, drogen helder op. Dus je zult dat niet weer terugzien. Dit is een mooie paarse kleur, maar die zal zich ook gaan vermengen met het groen en het blauw, waardoor je weer andere kleuren krijgt. Ja, je kunt de effecten al zien.
ga nog een beetje meer blauw toevoegen. En dan is wederom deze kerstbal gereed. En dan kan ik jullie zometeen allemaal het eindresultaat laten zien. Nou, dit is het eindresultaat. De kerstbal aan de linkerkant is een beetje donker geworden, maar toch vind ik die heel mooi. Heeft hele mooie effecten met groen, een heel donker paars. Het vaasje is echt geweldig, hele mooie kleuren. Deze kerstbal aan de rechterkant met het groen en de magenta. De kleuren hebben zich erg mooi met elkaar vermengd en bijzonder mooie effecten. Beetje dichterbij, kunnen jullie het beter zien. Ik heb er een zijden lint aan gemaakt. Maar je kunt ze natuurlijk ook in je kerstboom hangen. Ja, het vaasje een beetje dichterbij. Ja, het is een beetje moeilijk om te filmen met de reflectie van het licht die ik heb. Maar goed, doe mijn best. Daar kun je zien, de linker kerstbal. Vrij donker, maar toch heel mooi. Groen erin, steekt mooi af, mooi contrast. Dus op deze manier kunnen jullie allerlei glazen voorwerpen aan de binnenkant decoreren met mica pigmenten en vernis en gum arabic. De website linken kun je vinden in de beschrijving onder deze video. Ook de link naar mijn Etsy shop waar je mica pigmenten kunt vinden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en misschien zie ik jullie in de volgende video. Doei!